Beste kijker, vandaag maken we hummus. Hummus is heel gemakkelijk klaar te maken en je kan er alle kanten mee uit. Je kan het gebruiken als aperitiefhapje, bij een salade, op je boterham, in een pita broodje met rode groentjes en wat falafel. Je vindt het receptje in mijn eerste kookboek. Wat hebben we nodig? Gekookte kikkererwten, uit bokalen of uit blik, of je mag ze ook zelf koken. Sesampasta, ook genoemd tahini, komijnpoeder, olijfolie, een teentje look en citroensap en om op smaak te brengen wat peper en zout. Als ik hummus serveer als aperitiefhapje, doe ik dit meestal met stafjes wortel. Ik vind dat het een uitstekende combinatie. Maar je kan het ook op een toastje doen of met picos serveren. Mmm.